verschillende teams om straatvoetbalkampioen van Nederland te worden. Meiden, hebben jullie al gespeeld vandaag? Ja. En hebben jullie een beetje gewonnen? Nou, we hebben gelijk gespeeld. Okay. En spelen jullie ook op het veld of alleen op straat? Ook op veld. En dat doen jullie ook met z'n vieren, vijven? Nee, wij zijn nichtjes. En spelen jullie in een jongens- of in een meisjescompetitie? Ik een meisjes en zij jongens. Jij speelt bij de jongens. En is dat anders? Ja, nou, je zit alleen in kleedkamer. En op het veld, is dat heel anders? Ja, nou, valt wel mee op zich. Ja. Want als jij een jongen voorbij speelt, hoe reageert die jongen dan? Geen idee, let ik niet op. Je staat hier te kijken naar meisjesvoetbal. Wat vind je van meisjesvoetbal? Ja, ik vind het wel leuk hoor. Ja? Ja. Vind je dat meisjes net zo goed kunnen voetballen als jongens? Nou, dat niet, maar ze kunnen ook wel goed voetballen. Sommigen wel. En wist je dat er ook een Nederlands vrouwenteam bestaat? Wist je dat? Ja, dat wist ik wel. Ja, ik kan je vertellen dat ze in juli spelen ze het EK in Zweden. En de NOS gaat alles uitzenden. Dus okay. Ga je misschien met je ouders op de bank zitten om de vrouwen ook te volgen? Ja, ik denk dat mijn zus het ook wel wil zien. Dus ik denk dat ik het ook wel mee ga kijken. Oké, dus ik spreek nu met je af dat jij dan op de bank zit en aan te moedigen. Ja. Oké, veel plezier nog vandaag. Ja, bedankt. Volkomen Dovra. Oranje! Schoen, schoen, schoen. Er is niks meer aan te doen. De vrouwen worden kampioen. Hey! Met al onze supporters in ons mooie land gaan we winnen met de Leeuwinnen aan onze kant. Hey! Hop, 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 hop. Hop, oranje stel. Hey! Hop, oranje. Hop, 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 hop. Hop, oranje stel. Hey! Van alle straatvoetballers, die staan erop. Dus dit was het vanaf de Dam.